In deze oefening maken we een mini-postkaart aan de hand van deze foto. Ik ga onder de foto een viertal centimeter ruimte toevoegen in een bepaalde kleur. En met een andere kleur gaan we daar onze tekst typen. De kleuren halen we uit onze foto met ons pipet. Klik en sleep tot als je een lichte kleur hebt. Draai je voor- en achtergrondkleur om en zoek een iets wat donkere kleur. Donkerbruin. Zo. Zorg ervoor dat je voor- en achtergrondkleuren genoeg contrasteren. 4 cm ruimte onderaan doen we via afbeelding. Vergroten, verkleinen. Canvasgrootte. Ik ga mijn hoogte verhogen met 4 cm. En ervoor zorgen dat deze onderaan erbij komt. Achtergrondkleur licht en de tekst zal donker zijn. Zo. Indien je niet al je tekst onmiddellijk aan je rand hier ziet, klik op in venster bij het handje of het zoomgereedschap. Tekst met ons tekstgereedschap. Gebruik een lettertype, bijvoorbeeld hier Myriad Pro. 60 punten, ja. Kijk eventjes je kleur na. Is dat een donkere kleur? Ja, op een lichte achtergrond. We plaatsen onze cursor ergens aan de linkerkant. En we typen onze tekst. Groeten uit Death Valley. Niet vergeet van nadien altijd uw tekst te bevestigen. We hebben hier onze tekstlaag. Staat onze tekst niet zo heel goed? Kies je verplaatsgereedschap en plaats dat in het midden. Voilà. Vind je uw tekst nog een klein beetje klein, kan je via de hoekpunten, nooit langs een van deze zijpunten werken, via de hoekpunten kan je dat vergroten. Desgewenst weer bevestigen. Mijn handje. Voilà. En onze foto is af.